DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag deze zaterdag 7 oktober de vierde thuiswedstrijd en wel een wedstrijd tegen Scheveningen. Dat zijn tot nog toe eigenlijk altijd wel hele interessante potten geweest. Bert, trainer van DVS. Ja, kleine correctie. We hebben iets minder thuiswedstrijden gespeeld. Maar nee, het is heel interessant. Vooral omdat Scheveningen natuurlijk ook al jarenlang op dit niveau meedoet. Wat dat betreft soms om de titel, soms er net onder. Ja, wij kunnen ons dus meten met een groep spelers die zeer ervaren zijn. En die weten wat er gevraagd wordt op dit niveau. Ja, je had het van de week over grote jongens. En Scheveningen, dat zijn grote jongens. Ja, ik had het over echte mannen. Kijk, je kan wel groot zijn, maar dat wil niet zeggen dat je als een kerel in het veld staat. En dat zullen we vanmiddag moeten laten zien. Ja, en zo'n Scheveningen, hoe pak je dat aan? Die echte grote mannen, stevige jongens. Ja, nou kijk, net als iedere week. Wij moeten het van het voetballend vermogen hebben en dat willen we ook laten zien. Alleen in cruciale, spannende situaties, om het zo maar te zeggen, in de gevarenzone, dan zul je jezelf groter moeten voelen en sterker moeten zijn dan dat je normaal gesproken bent. En dat heeft wel te maken met je mindset. Helemaal niet altijd met of je heel sterk bent, maar of je scherp bent in je hoofd en of je duel echt wil winnen. En dat wil ik in de gevarenzone sowieso zien. Je hebt er een paar geblesseerde spelers bij, hè? Ja, we hebben een beetje pech op dat gebied, maar goed, dat hebben we goed weten op te vangen. Dat is dan toch wel lekker dat je in de breedte een behoorlijke selectie hebt, Bert. Ja, dat is denk ik ook de les geweest van de afgelopen jaren. Ik denk dat de TC daar goed op ingespeeld heeft door een brede selectie aan te bieden aan ons. En een dag als vandaag zie je maar weer hoe belangrijk dat is. Hoe is jouw gevoel voor deze wedstrijd? Nou, als ik sowieso kijk naar hoe de jongens erbij zitten, die hebben er ongelooflijk veel zin in. Het vervelende gevoel van vorige week natuurlijk wegpoetsen, want verliezen dat wil geen één sportman. Maar toch ook wel weer in de thuiswedstrijd gewoon laten zien dat we gewoon heel goed kunnen voetballen, maar ook winnend van het veld kunnen lopen. En ja, ze zijn zo meteen blij als die deuren hier open gaan en ze mogen aan de gang. Je hebt één wijziging in de basisopstelling, hè? Ja, in die zin dat Heiko er natuurlijk niet bij is, dus we hebben wat moeten schuiven. En dat heeft op verschillende posities wel consequenties, maar dat weten we goed op te vangen. En Benjamin Roemion? Ja, speciaal voor jou natuurlijk. Terug in de basis. En we kijken gewoon daar wat nodig is in deze wedstrijd. En Benjamin gaat vandaag laten zien of jou gelijk bewijzen of van wie dan ook. Maar dat zullen we ervaren straks. De humor voert weer de boventoon, Bert, hè? Nou, weet je, Piet, als het zo is dat jij absoluut weet hoe het moet, nou, dan ga ik elke week naar je luisteren. Dat heb je heel goed, Bert. Heel veel succes, jongen, deze wedstrijd tegen Scheveningen. Dankjewel, we hebben er zin in. Met een lekker zacht regentje is deze wedstrijd begonnen. Velden hoefden niet gesproeid te worden. Nat genoeg. En DVS 33 in balbezit in de wedstrijd DVS 33 tegen Scheveningen. Hoge bal van Basiel Camara, goed onder controle gebracht door Kai Velda. Gaat de combinatie aan met Roa de Vries, Aldogan. En nu gaat Rezudi Hadjo liggen en krijgt er een vrije trap mee. Schwiebe die gooit nog wat, doet nog wat lont in het kruidvat. Gaat nog een keer vervelend lopen doen. En vervolgens krijgt hij volkomen terecht de gele kaart. Je kunt het ook overdrijven, Schwiebe. Terugspeelbal. Jesper Leerdam half, moeten we maar zeggen. Goeie aanname door Benjamin Roemion. Konvloed gaat, ja, het is de overtreding daar. Schwiebe, die moet echt oppassen nu. Hij heeft net een gele kaart ontvangen van de scheidsrechter Schaper. Die staat op scherp. Dit had de tweede geel kunnen zijn. Kai van Mike Arends. Goeie bal. Oh, de geuk aan Jassa er net onderdoor. Aanval loopt verder. Kai Velda. Carvelda brengt de bal het strafschopgebied binnen, maar die wordt weggewerkt door een verdediger van Scheveningen. Konvloedgraven zoekt Mike Arends. Uitgeweken naar de andere kant van het veld. Keurige actie. De vlucht gezien. Mike Arends. Joran van Santen. Weer terug. Konvloedgraven. Joran van Santen. Maurice de Ruiter. Basiel Camara daarmee naar voren. Geuk aan Jassar. Buitenspel.
Joren van Santen. Man voorbij. Goeie bal. Diepte ingespeeld. Mike Arends. Benjamin Roemion. Voorzet. Wie is daar? Hij laat hem lopen. Kai Velda met schot. Metertje naast de goal van keeper Jesper Leerdam. Koen Vloedgraven met hoekschop voor DVS. Kai Velda. Kai Velda gaat hier geel voor krijgen. Wat gebeurt hier allemaal? Had Kai Velda had al een gele kaart. Ontvangt de tweede gele kaart. Basile Camara ontvangt een kaart wegens praten. Ik heb het niet meegekregen dat Kai Velda al een gele kaart had. Jawel, die heeft hij in de eerste helft wel gekregen. Dus die mag eraf. Goed gelezen van Zanten. Oh, heerlijk. Mark Arends, Joran van Zanten. Maar deze paas komt dan weer net niet aan. Gökhan Yasar gebruikt zijn lichaam heel goed. Maakt gebruik van het effect wat er aan de bal zat. Benjamin Roemion. Roemion draait naar binnen toe. Draait naar binnen toe. Zijn tegenstander kan hem net niet volgen. Krijgt hij Roemion de bal terug? Ja, die krijgt hij terug. Maar twee verdedigers is net even wat te veel voor hem. En zo kan Scheveningen eruit. De Jong. Goeie tackle van Maries eruit op de bal. Kan Tim Peters schieten. En die schiet de bal er niet in. Grensrechter ging met zijn vlag omhoog. Bank van Scheveningen helemaal... Nee, hij zegt... Scheidsrechter, bank van Scheveningen helemaal zowat in het veld. We gaan gewoon door. Vanaf deze positie absoluut niet te zien of die erin zat. Paul Eppink. Naar voren richting Daniel van Warven. Kan doorkoppen. Hij werd vastgehouden. Scheidsrechter gaat daar een rode kaart geven. Dat was echt een doorgebroken speler. Maar hij houdt hem buiten de 16 vast. Dus wat rest is de vrije trap voor DVS. Stand 0-0. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Schiet die bal. Geweldig erin! Wat een prachtige vrije trap. Ja, je hoeft er maar eentje meer te maken naar je tegenstander. Dan kun je die wedstrijd gewoon winnen. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Andreetje, wat lekker, wat een mooi doelpunt. Ja, geweldig. Een beter moment kan je niet uitkiezen dan de laatste minuut van deze wedstrijd. En dat met 10 man tegen 10 nu. En DVS komt in de 90ste minuut op een 1-0 voorsprong hier thuis tegen Scheveningen. Maurice de Ruiter, na afloop van deze toch opwindende wedstrijd uiteindelijk, met name het laatste half uur. Wat is jouw kijk op deze wedstrijd? Wij spelen thuis. Wij willen gewoon aanvallend voetbal spelen op hun helft. En ja, volgens mij hebben hun gewacht op een fout bij ons om in de omschakeling toe te slaan. Volgens mij de eerste helft hebben ze niet echt een kans gehad. De tweede helft eigenlijk ook niet. Dat schot dan. Wat hun zei dat een goal was, maar volgens mij was het geen goal. Paul zegt ook van niet. Dus verder is ik denk dat wij ook niet echt kans hebben gehad. Dus als je dan... uit de vrije trap de winnende maakt, dat is mooi. Eerste helft kunnen we eigenlijk helemaal vergeten. Want het was van jullie kant ook niet goed genoeg natuurlijk, hè? Nee, de week na deze wedstrijd toe leg je accent al. En ja, soms komt het er niet uit. Maar dan moet je wel hard blijven werken. Want je weet, elke wedstrijd krijg je een kansje. En dan komt het moment dat Kai Velda de tweede gele kaart krijgt. In mijn ogen volkomen onterecht. Ik snap er helemaal niks van. Jij? Ja, hun doen dat gewoon slim. Gewoon scheidsrechter bespelen vanaf minuut 1 al. Ja, die gaat erin mee. Dus dat is een tweede gele kaart, sta je met 10 man.
En dan weet je dat je allemaal een stapje harder moet zetten. En we hebben met z'n allen geknokt voor de overwinning. Dus. En ik moet zeggen, Maus, jij bewijst nu dat je dat wel kan. Dat stapje meer zetten. Want sommige supporters, die balen er wel eens van als je denken van... Maus, kom op met dat stapje. Maar nu deed je het echt. Ja, ik heb gewoon een beetje laconieke houding, denk ik. Dat het ook is. Dus ik maak elke wedstrijd wel mijn meters. Maar ik laat ook wel eens een man lopen, dus ja. Komt die vrije trap overleg met Daniel van Warven. Ja, die kan er natuurlijk ook een poepje van. Maar dit was wel jouw moment, Maurice. Ja, we hadden in de overleg. Ja, hoe staat de muur? Wie voelt zich goed? Volgens mij wou hij hem ook nemen. Op een gegeven moment zei ik ga hem tegen eraan schieten. Want Odin schoot ik hem korthoek. De keeper tikte hem nog eruit. Dus hij zei, ja, dan moet je hem erin schieten. En hij ging erin, gelukkig. Dus, ik wil je nogmaals van harte feliciteren met deze overwinning en ook met je prachtige kapsel. Ja, u ook bedankt en het publiek ook voor het steunen. Dat hebben we nodig dus. Mooi, heel mooi. Okay. Na deze wedstrijd, de bekende nabeschouwing met John Blok, de trainer van Scheveningen, en Bert van Hunestein, de trainer van DVS 33. John, jouw gevoelens na zo'n wedstrijd? Ja, een beetje een obligate vraag. Ja, teleurgesteld. In het resultaat en in het vertoonde spel. Verdedigend kan ik er nog wel vrede mee hebben wat we hebben gedaan. Maar aan de bal was het natuurlijk echt heel matig. Kijk, de eerste helft was van beide zijden matig. Bert ook, ook van DVS kant. Wat heb je in de rust tegen de jongens gezegd? Nou, die mening deel ik niet. Scheveningen zakt natuurlijk behoorlijk in. En dan moet je gewoon de bal rondspelen. En zo weinig mogelijk onder druk die bal inspelen op de middenveld. Zodat je niet onnodig balverlies leidt. Want Scheveningen wil vanuit omschakeling zijn ding doen. Alleen we waren wel slordig met de crossbasis en de diepebasis. Die mening deel ik wel. Het is net als met roeien. Hè? Als die roeiers op een gegeven moment 33 slagen per minuut maken. Dan is het zo moeilijk om naar 35 of 36 slagen per minuut te gaan. En ik verbaasde me over het feit dat toen jullie tegen 10 man kwamen te staan, John. Dat er eigenlijk nauwelijks wat veranderde bij Scheveningen. Misschien wel iets meer druk naar voren, maar niet heel veel. Nee, dat verbaast mij ook. En daarbij waren we ook heel slordig aan de bal. We wisselden niet van kant. Ik miste ook een beetje de beleving. Maar dat vond ik de eerste helft ook al. We hebben hier 2 jaar achter elkaar geprobeerd druk te zetten. Nou, 2 jaar heb je niet zoveel te vertellen. Dan denk je, doen we het een keer anders. Ja, dan moet je wel in de omschakeling ook je momenten pakken. En daar kwamen we helemaal niet aan toe. De eerste helft al niet. En ik vind ook de tweede helft niet. We hebben 1 grote kans met Rezo Di Hacho gehad. Nou, dat schot op de lat. En dat was het voor ons ook wel. Ja, en een hoop kaarten hebben we gehad. Met name Levi Schwiebe probeerde natuurlijk wat meer strijd te leveren, maar ook dat lukte niet echt. Hè? Nee, Levi doet dat niet altijd even slim, maar ik moet zeggen dat de scheidsrechter ook niet zo handig mee omging. Hij moet dat niet doen, zo'n bal tegen iemand aanschieten, maar om hem dan vervolgens de gele kaart te geven. Ja, en toen werd het wat onvriendelijker, hè, want dit was eigenlijk een wedstrijd waar niet zoveel aan de hand was en we eindigen toch met een hoop kaarten. En dan uiteindelijk komt DVS 33 met 10 man te staan. Bert, en dan opeens zie ik een ploeg die zo enorm aan het strijden is voor en met elkaar. En dat wil jij graag, hè? Nou, de voorbeschouwing heb ik ook aangegeven. Hè, dat je moet leren van wedstrijden. We hebben geleerd van de wedstrijd van Jong FC Groningen. Ik vond dat men elkaar toen in de steek liet op het juiste moment. Ja, die tienman situatie zorgde voor 1 voor het feit dat we gingen knokken en vechten voor iedere bal. Maar wat nog belangrijker was, is dat we met 2 spitsen gingen spelen. Waardoor de backs van Scheveningen naar binnen werden getrokken. En konden we de ballen in de hoeken leggen. En toen gebeurde er wat. En ik denk dat we met 10 man tot beter aanvalsspel kwamen dan dat we met 11 man stonden. Net alsof er wat dan, die extra meters die werden dan gemaakt. Maurice de Ruiter, die zei het ook net. En zelfs zo'n Maurice, die gaat dan opeens werkelijk meters maken, niet te geloven. Sterker nog, ik heb hem een slijding zien nemen, dus hij zal nu op de behandeltafel liggen wat dat betreft. Ja, maar die jongen wil gewoon belangrijk zijn voor de ploeg en voor DVS. En dat heeft hij op een fantastische manier laten zien. Maar niet alleen Maurice, ik heb heel veel jongens gezien die ongelooflijk veel hebben gedaan om vandaag die overwinning binnen te slepen. En nou ja, uiteindelijk winnen wij nu eens een keer op deze manier. Ik vond ook mooi die vrije trap, heel bijzonder, want Daniel die neemt hem normaal. En Maurice zegt, ik ben nu aan de beurt. En ja, als je hem dan zo binnenschiet, grandioos. Ja, dat was toch wel een heel mooi moment. Voor jou niet, maar... Nee, want ik vind het onbegrijpelijk dat zo'n situatie ontstaat. Het is gewoon een lange bal. Er staan 3 man te kijken. Eén kan het duel aangaan, maar dan moet de rest de ruimte eruit halen. En ook zo'n vrije trap. Ja. Er staat een linkspoot achter de bal, in de hoek van de keeper. Natuurlijk is het mooi ingeschoten, maar het mag gewoon niet gebeuren. Maar ik vind ook dat we op basis van het vertoonde spel nergens recht op hebben vandaag.
de ruimte eruit halen, nergens recht op hebben. Ik kan wel genieten van dat Haagse taaltje. Aardig, moet ik zeggen. Ja, ik doe zo mee hoor. Met de scholenkoppen. Volgende week tegen wie? Tegen Spakenburg. Ja. Dat is een lekkere. Ja, maar goed, door deze rode kaart hebben we nu gelijk ook weer een probleem achterin. Omdat Jongsleker ook geblesseerd is. Dit is al een middenvelder die daar speelt. Jonge. Kan dit ook wel gebeuren. Maar ik vind dat de twee ervaren krachten die erbij staan, die moeten daar slimmer in zijn. Maar ja, we zullen weer even aan de gang moeten met wie gaat waar spelen. Maar goed, eerst dit maar even verwerken. En in ieder geval zorgen dat we aan de bal weer beter voor de dag komen dan vandaag. Volgende week morgen, volgende week zaterdag natuurlijk. Eerst even met z'n allen naar de mat in Rotterdam en dan naar Spijkenissen. Nou, ik geloof je meteen, Piet, maar het zegt me helemaal geen ene bal. Wij gaan naar Spijkenissen om daar 3 punten op te halen. Dat is het enige waar ik van ben. En als jij mee wil om daar de stad in te gaan, vind ik het ook prima. Goed, hey, bedankt voor deze. Oké. Okay.